Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Teleglitch. The Die More Edition. We krijgen een beetje van het verhaal te zien en je ziet dat het een beetje een apart spel is. Zullen we even kijken wat er staat. Militech Corporation Database Access Entry. Military Research and Training Facility. Location Planet Medusa 1C, Deep Space Region. Distance to Earth, 30 light years. Research Fields, Teleportation Technologies, Necrotic Tissue Activation Technologies, nou dat klinkt ook gezellig, Genetic Research and Cloning for Military Purposes, Military Experimentation and Training for Robots, and Other Non-Human Combatants, Last Stats Updates. Nou, dan hebben we het verhaal. Report on Teleportation Experiment Error. Report on Facility Administration AI Malfunction. Emergency Signal Received. Request for Military Rescue Team. Rescue Team Sent. Spatial Anomalies Detected. Communication Lost Shortly After Arrival. All Personnel and Rescue Team Assumed Dead. All Personnel Abandoned. Of All Operations Abandoned Due to Negative Profit Outlook. Planet Medusa 1C Quarantined Indefinitely. Met andere woorden, er werden allerlei rare experimenten op deze planeet uitgevoerd met Medusa 1C. En er zijn wat dingen misgegaan, nu is die hele planeet in quarantaine. Dit is de Teleglitch The Die More Edition. Dit spel is deze week, of tenminste nu ik dit maak, deze week in de aanbieding op Steam met 75% korting. Dus ik heb hem even opgepikt omdat ik hoorde dat het helemaal fantastisch zou zijn. Het ziet er een beetje apart uit. En de resolutie is ook een beetje gek. Het is 4 staat op 3. Dus het is niet breedbeeld, dat klopt. Maar het moet wel een heel bijzonder spel zijn. Ik speel met de controller. We gaan even kijken hoe het eruit ziet. We gaan door. Waardoor ik dat nou start. Oké, we doen new game. En tutorial heb ik al even gedaan om te kijken hoe het werkt. Dus we gaan gewoon beginnen bij level 1. We're working on a master teleporter that could transport you anywhere to unlimited distances, but something went wrong. Something came through from the other side. First, we thought it was a minor glitch, but it quickly turned into a nightmare. The facility AI became aggressive and the military robots turned on us. The space of the complex started warping. Rooms and hallways would randomly reorganize themselves as if following some twisted pattern. I decided to seal myself in here and wait for help. I've been hiding out here for weeks, but nobody came, and I am running out of food. My only chance is to use the regular teleporters of the facility to get to the master teleporter, and then teleport myself back to Earth. Goed, ik zit dus vast, ik moet eruit, daar komt het op neer. En kijk, dit hier, dat ben ik. En even kijken hoe het ook alweer werkt, even checken hoor. Ik heb nu al ruzie met dat ding. Zo. En we moeten de kaart nog kunnen zien. Dat doen we. Dit dus niet. Oh jee, dat gaat niet goed. Oh, voor mij heb ik net een grote bom gemaakt. Ik kan uitzoomen naar de kaart. Maar even kijken. Oh ja, zo. Nou, dit is dus de wereld. En ik ben hier in dit kamertje. En je ziet mij van boven. En hier is een leeg blikje. Dus die pak ik op. Ik weet niet wat ik eraan heb, maar ik pak het gewoon op. En ik heb ik ook een pistool? Een 9 mm. Oké. Die kan ik. Nu kan ik slaan. En. Hier ligt verder niks. Oké. Nou, lopen we deze kant op. Het leek me een heel bijzonder spelletje als ik de screenshot zag. Ik denk, nou, als het er ook nog eens heel goed is wat ik ervan hoorde, dan kan ik het wel even proberen. Ik vind het wel apart. Oké. Ik neem aan dat we de map nu uitbreiden. Ja. Oké. Het witte stipje is waar we zijn begonnen, denk ik. Wat raar. Dit lijkt op. Oké, kan ik hier doorheen? Ik weet niet waar ik naar zit te kijken. Hè. Maar zijn we buiten? Oeh, dat ziet er niet goed uit daar. Ik kan er ook niet heen. Planet Medusa 1C in natural conditions. The planet's surface features extremely high temperatures, deadly radiation and poisonous atmosphere. This means all personnel should stay inside the research facility. Exiting the facility without adequate protective equipment is instantly fatal.
Oké, gevaarlijke planeet dus. Oppassen. Het is leuk dat je alleen maar ziet waar je op dat moment bent. Dat vind ik wel cool. Oeh, vijand, vijand, vijand. Oeh, hoe kan die... Ik heb het... Oh, ik heb ook een wapen voor even. Oeh, jongens, toestand, toestand. Oeh, zo. Dat ging even vlot, zeg. Waar zie ik mijn gezondheid? 12 van 100. Dat is niet goed, hè? Ligt hier toevallig wat gezondheid? Dat zou prettig zijn. Ik ben het nieuw hier. Oh, ik ben dood. En nu? Jee, wat is moeilijk. Suddenly, a déjà vu. Oké, game over. Zo. Oh, nou, ik heb zombies doodgemaakt blijkbaar. En 5 mutanten. En ik kan het totaal niet mikken. Oh, dit is echt een roguelike. Met andere woorden. Als je dood bent, ben je dood. Oké. Dat is goed om te weten. Dus ik moet hier echt even handig in gaan worden. Dat is duidelijk. Dan moet ik even zien hoor. Als ik zo sla ik. En zo schiet ik. Goed. Duidelijk. Ik ga nog een keer hier naartoe. Want ik ben benieuwd. De kaart trouwens. Waar is die? Hier? Nee, ik zie niet meer wat ik al heb gezien. Dus we gaan hier naar beneden. Yes. Dit hebben we gehad. Oké, kom op. Yes. Hoeveel heb ik over? 84 van 100. Nou, dat is wel een stukje beter dan net. Hier is ook een deur. En nog een deur. Dubbele deur. De vraag is, zijn overal monsters? Ik ga maar uit van wel. Ik weet niet of er ergens dingen zijn die ik kan bekijken. Kan ik hierin? Nee. Oh ja, hier ga ik heel snel verdwalen ook. Hier is iets. Secret walls. The facility area contains some rooms that are quickly walled off with temporary materials, resulting in damaged looking walls that can be destroyed with ranged weapons. These sealed rooms sometimes contain useful equipment, including weapons. Cool. Is dat deze muur? Zullen we dat proberen? Heb ik een ranged weapon? Dat heb ik. Ik heb van die bommen. Hoe zag het er nou uit? Wat zijn ze nou? Het ziet eruit als... Het ziet eruit als een soort van beschadigde muren. Is dat dit? Even op de kaart kijken. Ja, het zou goed zo kunnen zijn. Dat het zoiets is. Zullen we die bom proberen te gooien? Laten we dat eens doen. Oké. En daar gaat hij dan, hè? En dat hielp helemaal niks. Oké, nou, dat gaan we dus niet nog een keer doen daar. Terug naar mijn wapen. Oeh, de camera draait mee. Oeh, en zombies. Niet. Mooi. 80 over. Kan ik ook nog eens gezondheid oppakken? Dat zou wel leuk zijn. Zo, dit is een grote open ruimte. Wat ligt daar? Shells. Oké. En hier kan ik verder niet in. Dan gaan we nu over. Ik hoor viezigheid. Ja. Yes. Kan ik daar doorheen? Ik snap nog niet helemaal wat beschadigd uitziende muren zouden moeten zijn. Ik bedoel, het is nog niet zo dat het heel duidelijk is nu.
Ik loop wel even terug. Ik ben benieuwd of vijanden respawnen. Daar komen we gauw genoeg achter. Oh ja, wacht. Oh, kom op. Kom op. Ik ga dood. Kom op. Ik ga dood. En ik ben dood. Just before your mind fades to oblivion, you manage to smirk and whisper, I will be back. Oké. Goed. En dan beginnen we weer hier. Of is het elke keer anders? Het is elke keer anders, hè? Oh, maar dat is wel cool. Ja, maar dat is cool. Dat maakt het leuk. Dan wil je het elke keer opnieuw proberen. Aha. Ik heb 4 bommen nu. Dat is prettig. Nou. Beschadigd uitziende muren. Ik probeer het te herkennen. Dat is het niet, sowieso. Even kijken. The teleportation technologies. The teleportation range has always been limited by the hyper-difficult mathematical calculations required for performing each jump. Each unit of extra distance makes the required calculation exponentially harder, making teleportation impractical, if not impossible, for distances over 1 kilometer. Okay. Dus teleporteren is gewoon een ingewikkelde toestand. Daar komt het neer. Oppassen geblazen. Ja, zie. Ik moet ook wat beter leren mikken. Oeh, oh. Zo, hè. Oké. Ik hou rechts aan. Wat ligt daar? Oh, vlees. Oeh, Jos. Wie ben jij dan? Niet zo snel. Die rent te snel. Oh, wat lastig zeg. Maar dat vlees, daar kan het worden natuurlijk beter van. Neem ik aan. Ik weet alleen niet of ik het kan kiezen. Oh, er komt weer monster aan. Oh nee, ik moet niet met het eten gaan spelen. Oh, dat ben ik ook een sukkel. Hup. En met het mes. Goed, dat was stom. Ah joh, kom op. Richt toch aan. Ik ben hier zo slecht in. Oké. Okay. Nou, we gaan nu door die deur. Er zal niet zoveel meer zijn daar. Haha, dat weet ik niet. Mails. Note to Chief Supply Officer. Have the supply ship bring in a double load of internal construction supplies, including 400 boxes of standard nails. Apparently, the demand for nails have gone up drastically during the past weeks. Oké. Okay. Duidelijk. Dus extra schroeven nodig. Oeh, lastig. Oh, hou op. Als ik dus niet. Oké, ik gebruik zo mijn mes. Ja, ik moet even. Ik kan het ook niet echt uitleggen hoor, de besturing. Het is een beetje onhandig uit te leggen, maar. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Hier is een kist, dat zit erin. En nog een bom. En. Nog een bom. Hoe neem ik dat nou mee? Hoe neem ik dat mee? Oh jongens, wat een goed hier. Ik heb nu weer wat gereload. Ik gooi dingen weg, pak dingen op. Ik gooi een kist open. En ik wil het oppakken. Hoe doe ik dat nou? Oh, ik heb het al door.
Ik heb het al door met de schietknop. En ik heb allerlei verkeerde knoppen ingedrukt. Ik weet het nu al, maar goed, doe maar. Te even wennen. Nu draait hij weer. Ik heb geen... Oh ja, ik heb nog wel wapens. Of kogels. Gewoon met een mes. Wat heb ik daar? Vlees. Oké, mijn gezondheid is 42. Als ik naar beneden ga en ik neem dit. Is 52. Oké. Nou, dat is mooi. Dus dat van blikjes eten word ik wat beter. Niet veel, maar wel een beetje. Ik heb dus geen kogels nu meer. Dat is dan wel weer lastig. Wat doen we hier? Plant Medusa 1C indigenous life forms. Biodiversity on Medusa 1C is literally minimal, but well accustomed to the deadly atmospheric conditions. So far, only two life forms have been discovered and both are lethal to humans. These species are cat-sized amoeba that use corrosive chemicals to consume anything organic. Gezellige, gezellige wezens dus op dit wereldje. En een medkit, 50. Oeh, dat lijkt me goed om te gebruiken. Kijk, ik ben weer beter. Wat is dan een... Oh, ik heb een rocket launcher. Daar kan ik maar één keer mee schieten. Nou, dan moeten we dat schot maar laten tellen. Ik loop dood. Het lijkt erop. Oeh, hier ligt van alles. Even kijken, Planet Medusa 1C, natural conditions. The planet's surface features extremely high temperatures, deadly radiation and poisonous atmosphere. This means all personnel should stay inside the research facility. Exiting the facility without adequate protective equipment is instantly fatal. Dit is echt geen fijne planeet hoor. Pak al die meuk op. Ik wil die meuk oppakken, pas op. Kijk, al dat eten is gewoon fijn om te hebben. Hou ik het wat langer vol, hè? Dat is prettig. Nou, hier kunnen we weg. Even de kaart kijken. Oh, ik heb het al een aardig stukje verkend. Waar begon ik? Ik begon daar. En je kunt op de kaart ook zien wat alles is. Kan ik ook inzoomen op de kaart? Is daar een knopje voor? Nee. Ik mag niet inzoomen. Oké, prima. Maakt het niet uit. Ik ben daar. Daar komt het neer. Goed. Had ik maar wapens, behalve een raket launcher. Hier ben ik geweest. We gaan deze kant op. Waar kan ik hier ook naartoe? Ik ben er niet geweest, we gaan hem over. Ik moet natuurlijk geen raket... Ik moet geen raket launcher afschieten. Dit loopt dood. Daar vind ik vast wel een toepassing voor. We gaan naar beneden. What do we have here? Kan hier niet doorheen? Zou dit zo'n plek zijn waar je een bom neer moet gooien? Zoals dit hier bijvoorbeeld. Dit ziet eruit als iets wat kapot kan. Zullen we eens proberen? Ga het even proberen. Ga bom neer gooien. Mikken natuurlijk. Nee, hup, eerst mikken. En dan gaan we gooien. Wegwezen. Yes. Cool. En wat ligt hier? Een shotgun. Dat is leuk. Hebben we ook wapens voor? Ja. Dat hebben we ook. Oké, dus ik denk dat ik weet hoe ik dat moet herkennen. Een kapotte muur. Dat zijn blokjes. Goed. Die shotgun, jongens, daar heb ik hoge verwachtingen van. Oeh, dat is leuk. Cool.
Gaat wel hard met de kogels, maar het is wel cool. Hier ben ik allemaal nog niet geweest. Oh, ik vind het wel cool, jongens. Wat is dit? Wat staat hier? Militech Corporation, one of the largest military corporations of the modern world. Militech covers the entire war industry, from research and training to supply production and strategic operations. Militech employs over 1 billion personnel all over the known space and is estimated to own over 15% of the total resources of human civilization. Zo, dat is geen kattenpis. Dit apparaat maakt een geluid dus. Ik hoor wat. Oh! Oh, hou op, hou op, hou op. Oh, hou op. Oh, die monster gaat ook blikjes eten vallen. Dat is handig. Even kijken, 78. En ik heb Kent niet, dus dan nemen we daar even één van. 88. En ik kan er nog één nemen. 98. En dan gaan we naar mijn shotgun, daar heb ik geen munitie meer voor. En voor mijn pistool ook niet, dus we gaan met de blote vuistjes. Wat is dit dan? Een can gun. Tin can filled with nails and explosives. Ja, dat klinkt heel goed om te hebben. En ik heb een long metal tube. Oh, dat kan ik ook beslaan natuurlijk. Nou, oké, prima. Ga door. Ik hoor nog steeds monsters. Ja, daar. Hou eens op jij. Zo, bam. Met mijn mesje doodgemaakt. Dat zit in een kist. Secret walls. The facility area contains some rooms that are quickly walled off with temporary materials resulting in damage. Ja, dat hebben we net gelezen. Maar waarom lees ik dat nu weer? Dat weet ik niet waarom. Ik weet dat je allerlei berichten kunt verzamelen, zeg maar. Je allerlei berichten te vinden. Oh, dat klinkt als heel. Dat klinkt helemaal niet best. Oeh, dat zijn echt veel monsters. Ik ben met mijn ene mesje. Kom op. Zo. 36 heb ik nog over. Ja, dat gaat hard. En ik heb allemaal lege blikjes die ik nu verzamel. Maar dat kan me niet schelen. Dat kan me niet schelen. Kaart. Ja, daar naartoe. Die gaan weer naar binnen. Dus hier. Right. Teleport to Plankton Farm. Abandoned sector. Left. Teleport to Military Biology sector. Klinkt allemaal niet goed. Maar we kunnen teleporteren hier dus. Hoe? Hierin gaan staan? Holy moly. Cool. The situation is bad. The non-human combatants are everywhere and they attack me on sight. I'm going to try and move through the plankton farm complex next. That sector was used to feed a type of military critters we were cloning and developing about 8 years ago. However, the sector was abandoned after the critter project ended. The perfect war animal prototype was shipped away with its design blueprints for production and there was no need for producing extra plankton anymore. If I'm lucky, the sector should be still deserted and I might be able to slip through unnoticed. Tuurlijk niet. Ik heb de level complete. Goed. Cool. A to continue, B to save an exit, A. Zo, de niet, dat is vet. Kan ik ook weer terug? Nee, ik kan niet meer terug. Wat een herrie, man. Wat zit er hier? MG 3200?
Een assault rifle. Cool. De Six-Legged Battle Mutants. Dat klinkt weer goed, hè? The M1 Battle Mutant design was a remarkable economical achievement. They basically only needed plankton, water and light to grow into fierce war creatures. Even a newborn mutant with the size of a cat had a military value due to its excellent battle protocols. Oké, ze gaan je dikke monsters tegenkomen. Oké, is dat een kist waar ik in kan? Nee. Goed. Ik heb mijn assault rifle in de aanslag. Ik hoor wat. Ah, ik heb ook weer 9mm clips. Oeh, nee. Hoppakee, hier. Assault rifle. En leeg. Oké, 9mm. Ik kan echt niet mikken. Ik kan niet mikken. Ik kan niet mikken. Ik kan niet mikken. En leeg. Dus nu doen we de rest met het vuistje. Hoe ben ik naartoe weg? Oké, ik heb nog 42 gezondheid. Zo. Hoor je dat? Oeh, dat is dat geluid. Ik denk dat het een gestap nou. Ik dacht dat mijn hart was. Oeh, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, oh, kom op. Haas op, joh. Stamp het. Ik ben dood. Ik ben dood. Better a painful end than an endless pain. Ah. En ze nou continue doen dan? Het is geen game to continue. Ze moet echt een nieuw game doen. En dan heb je level 1. Level 1, level 3. Level 3B, level 5, level 7, level 9. En er staat bij. Reach level 5 to unlock. Oké, dus ik moet doorspelen naar level 5 en dan krijg ik deze vrij. En om level 5 vrij te spelen, nou, mooi is dat. Goed. Nou, Nog eentje doen. Het is weer anders, hè? Nu gaan we het hier weer open. Kijk, het is toch met zo'n spel zo. Zo'n spel als dit, die kun je snel weer opnieuw spelen. En je wordt er steeds een beetje beter in. En ik, in mijn geval word ik steeds heel langzaam een beetje beter in. Maar toch een beetje beter. Even kijken, dit heb ik al gelezen. Ga niet naartoe. Pas op. Zo. Dat ging even pittig. En deze muur. Wanneer we hebben. Kan ik die niet kapot maken, die muur? Even proberen. Bommetje gooien. Nee, dat kan niet. Dat dacht ik even. De smalle doorgang. De gebouwen hier. De facility AI-1. De facility AI was originally designed to be nothing more than a good administration system. However, the key aspect of intelligence is evolution. After a while, the AI learned so much that it started helping us out with other things besides administration. It researched new weapons, helped build robots, and even designed architecture for new facility buildings. Ja, het bekende verhaal van de. Het bekende verhaal van de AI die mad gaat. Die gek wordt. Beetje aan de gledels, hè? Van Portal. Is dat een kist? Nee. Oeh, dat klinkt niet best. Kom jij ervan? Sterke rakkers. En ik kan je schieten. Hé, gelukkig. Hé, maar hier kunnen we wel langs. Komt u weer. Bommetje. En. Bam. Wat hebben we hier? Can gun.
Die moet ik ook maar eens even proberen. Gevaarlijk voor de gebruiker staat erbij. We gaan het toch doen. Maakt het uit. Moet alles proberen, hè. Wow. Cool. Hij zit meteen op. Dat is wel cool. Helemaal in stukken, zie je dat? Hallo. Wat hebben we hier? En ik heb weer een clip van mijn wapen. Ik moet eerst zeggen, het is even wennen aan het besturen, maar ik vind het een tof spel dit hoor. Ik vind het echt cool. Van het random is leuk. En het doet me ook een beetje denken aan zo'n spel van heel vroeger, die heet Gauntlet. Dan kreeg je heel veel monsters achter je aan. Ook van boven. Daar deed me een beetje aan denken. Wat hebben we hier? Loopt dood? Is dat niks? Of? Ja, nou. Ik ga maar terug. Oh wel, ik heb er al een wapen over. Maakt het uit, joh. Laat het gewoon proberen. Nee, dat dacht ik wel. Ik moet het een keer geprobeerd hebben, maar het werkt niet. Dus we gaan hier eens even kijken. Wow. Dit is zo'n vier monster. Dat is zo'n lelijk monster. Sterk, hé. Heb ik nog een wapen? Nee. Pak aan jij, pak aan. Ik ben dood. Nou, hè. You whisper so, this is how I die. And close your eyes. Those eyelids won't ever open again. Okay, nou, ik vind het erg leuk. Zoals even kijken. Ik kan hier niet naar kijken in level 3, want ik heb het nog niet gehaald. Dus ik kan niet verder dan dit. Maar goed, het zit er gewoon op, joh. Ja, het zit nog één keer. Het kan nog net. Ik zit even naar de tijd te kijken. Het kan allemaal nog maar net. Ga het even doen. Zit een kist toevallig? Hou erbij. Nee. Ik vind het wel leuk dat het gewoon random is. Dat vind ik erg leuk. Dit loopt dood. Dit niet. Hier hebben we weer zo'n rare glitch. Teleglitch, hè, zo heet het spullen. Oeh, jongens, ik dacht al wat ze aankwamen. Poeh, dat was even schrikken. Oké. Okay. Naar beneden? Waarom niet? Man, schiet eens raak, man. Wow, dat zijn al. Oké, bommetje. Oh, bommetje. Hup, nog een bommetje. Cool. Bommetjes zijn leuk. Maar goed, ik wil er ook muren mee kapot kunnen maken, dus. Oké. Naar beneden. Wat is dat? Dat is niks. Hier is een deur. Een deur naar nergens. Hallo. Hoe is dit, joh? Oh, mijn wapen is weer op. Nu al. Nou, nog één keer dan. Oké, dat was zo pijnlijk voor mij. En dan heb ik alleen nog maar dit. Een mesje. Bijna dood. Ik heb nog 2 ken niet. Maar het is bijna gedaan met me. Laat me erdoor.
Ja, ik kan niet meer opnemen tegen die gasten. Ik heb geen zin meer. Ik kan ze vast ook niet voorblijven. Nee, die blijven vast achter me aanrennen, zie. Ja, oh nee, dat gaat hem niet goed komen, jongens, dit. Oh, wat zit daar? Wat zit daar? Shells. Van? Waarvan? Ik weet niet waarvan. Ik ren weg. Oeh. Die gaat niet goed komen. Dit gaat helemaal niet goed komen, dit. Hier naar beneden. Yes. Nee, terug. Oh, oh, oh. Jongens, ik heb de hele familie achter me aan. Dit is niet fijn. Je hoort het getrappel ook steeds, hè? Oh nee, oh nee, 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 nee. Ja, het is nu gewoon, zeg maar, rennen tot ik dood ga. Oeh, boos monster. Oeh, kijk dan, kijk dan, kijk dan, eten, 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 ligt hier. Ja, 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 dat klopt wel. En, eten. Oeh, waar ga je zien? Laat me door. Hier tussendoor. We gaan hier langs. Oh, dit loopt dood, dit loopt dood. Jongen, jongen, jongen. Hoe doe ik het toch? Hoe doe ik het toch? Ik ben niet eens meer. Ik loop waarschijnlijk gewoon nu. Zit dezelfde kant op. Wat hebben we hier? Emergency evacuation request pending. Request denied. Standard resupply drops to facility are performed every 5 months via automatic transport ships. Current status, all operations abandoned due to negative profit outlook. Planet Medusa 1C quarantined indefinitely. Shotgun. En een medkit, oh fijn. Een shotgun, die nemen we ook maar mee. Even op de kaart kijken. We gaan naar boven. Ben ik hier niet begonnen? Nee. Ik vind het goed gaan. Lekker wat voorraad meepikken. Oh joh, niet die doodgaan nu aan dit ding. Dat zou stom zijn. Oké. Deze kant op. Oeh, jongen, poepelen. Hoppa. Oké. En deze kant op. Dat op dood. Kan ik helemaal nergens naartoe? Ik heb vast die pijpen niet door. Het is weer een plate. Thick steel plate. Good for building something. Ja, je kunt natuurlijk dingen samenvoegen. Maar ja, dan moet je wel wat recepten weten waarschijnlijk. Van hoe je dingen kunt combineren. Dat zou ik natuurlijk nou niet weten. Links ben ik geweest, rechts nog niet. Kan ik ook naar rechts? Ja, bommetje. Oké, komt ie. Dat is een hele grote bom, maar vooruit. Neelbom heb ik nu. Oké. Dan moeten we nu naar. Zo, ik heb best wel veel verkend, hé. Daar. Ik zie het al. Hallo. En terug, weg. Ja, ik moet. Oh nee, is het nu alweer op? Nee, ik heb het niet goed gedaan. Hou eens op. Headshot. Oh nee, oh nee, oh nee.
30 gezondheid over en ik heb ook geen eten meer. Ja, ik moet hier naar links. Ik heb echt geen idee hoe dat zit met respawnen. Hier moet ik naar beneden. Wat is dat? Canned food storage. Zal er nog wat liggen? Nee, dat hebben we allemaal meegenomen. Dus we gaan hier. Oké, ik heb weer een clip van mijn wapen. Nee, dat ik daar niet geweest was. Oké, dan terug. Dan gaan we naar. Oké, hier naar beneden. Deze kant op. Hier ben ik ook al geweest. Ja, maar niet daar. Oh, je houdt het op. Okidoki. Mooi. Twee van die nailboxes. En ik zelf moet denk ik linksaf. Een kistje met. Oeh, wat is dit dan? Granaten. Tof. Deze kant op. Beneden is een rode deur. Wat hebben we hier dan? Niks. Doodlopend. En hier ligt een tube. En een computer. Teleglitch Spacetime Anomaly. Initial Analysis Summary. These blobs of black and colorful anomaly seem to be the only result of today's experiment with unlimited range teleportation. We've been investigating this phenomenon for the past 2 hours and think it might have profound implications for theoretical physics. The blackness seems to be literally an inside-out space-time curvature and opens a range of possibilities for research. My colleague has already suggested we would weaponize it by capturing the field into super intense wave and pressure containers to be used for planetary bombardment. Oh, and if you touch it, your brain explodes. Gezellig. Nou, zullen we maar niet aanraken dan. Die gaan we naar beneden. Mijn pistool is nog. Kan ik hier doorheen? Nee, dit loopt dood. Dus we gaan daar naartoe. Daar naartoe. Naar boven. Linksaf. Handig hoor. Zo'n kaart. Super handig. Dit loopt dood. Even kijken hoor, dan moet ik daar linksaf. Echt tof dat je alleen maar ziet wat je kunt zien qua licht. Goed bedacht. En dan gaan we naar boven. En verderop naar links. Oké, dat klinkt niet goed. Dit klinkt ongezond. Ik moet naar links. Wat is bovenin dan? Garden Hub. Ik ben benieuwd wat dat is. Heel hard op. We zijn er bijna aan, jongens.
Nee. Ik wil. Ah, ik ben dood. Nou ja, here's something comforting for you to remember. Nobody dies without their last breath. Everyone has this one chance to still be a part of life and breathe out their last lung full of air. Like saying goodbye, you're dead. En tot zover deze video van Teleglitch, de Die More Edition. Ja, het is een apart spel. Het ziet er apart uit, maar ik vind het wel heel tof. En volgens mij is het ook wel echt zo, als je dit vaak speelt, word je er steeds beter in. Maar goed, het zit erop. Ik hoop dat je het leuk vond. Alle informatie waar je het kunt vinden staat in de omschrijving. Ik wil je bedanken voor het kijken. Duimpjes welkom. Als je nog niet abonnee was, druk even op het knopje. En ik zie je heel graag de volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van Teleglitch Die More Edition. Bye bye.